Voor ons, DVS-TV en de camera, Twan Bonen. Zeg ik dat goed? Yes, dat zeg je helemaal goed. Yes, ja. Dat zeg ik helemaal goed. Hè? Dat is echt een Hierdense naam, of niet? Ja, Bonen hoor je wel vaker in Hierden. Ja, klopt. Ja, heel veel. Ja, ja zeker. Ja. Ik had een keer een aannemer, Bonen, die legde er bij mij een nieuw dak op. Ja, oh, prachtig. Dat ja, dat kan. Ja. Misschien wel een familie van je. Maar ja, weet ik wel, ja. Maar je begon het met voetballen bij Hierden. Ja, klopt. Ja, bij VV Hierden, ja. Ja, mooi. En op een gegeven moment ben je eigenlijk altijd keeper ja, geweest? Altijd keeper geweest. Ja? Ook al in de F-League, zeg maar, voordat je überhaupt een keeper op de goal hebt, stond ik altijd al voor de goal een beetje die ballen proberen weg te schieten. Ja. En dan in de F'jes moet er een keeper komen. Dus nou ja, wie wilde keeper worden? Nou, dat wilde ik toen worden. Ja. Dus altijd al gekiept, ja. Ja, en ik denk... Pakweg een jaar of wat geleden, ik weet niet precies hoeveel, maar ben je naar DVS gegaan? Klopt, ja. Ja. Hoeveel? Ik heb bij VV Hierden, mijn laatste seizoen was de onder 13. En toen hier in de onder 15 gekomen, zo ongeveer 7 jaar geleden alweer. Ja, ja. Je bent nu inmiddels begin 20? Ik ben 18. Hoeveel? 18 ben ik. 18? Ja. Kijk eens. Ja. 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 Lekker hoor. Ja. Talentvolle keeper dus gewoon. Penalty killer, daar ben je ook, of niet? Ja, dat klopt, ja. Nou ja, Iro, ik heb wel eens een aantal penalties gestopt, ja. In de onder 16 al met de penalty-serie om door te gaan in de beker. En natuurlijk jongsleden bij de onder 23 in de halve finale. Tegen Kampong, hè? Tegen Kampong, ja. Ja, klopt, die heb ik gezien. Ja. Ja, geweldig, geweldig. Geweldig was je toen aan het keepen, hoor. Ook in de wedstrijd zelf. Ja, dank u wel. Ja, heerlijk. Hé, en daar heb je waarschijnlijk ook je selectie aan te danken, of niet? Dat onder denk andere. Ik wel, ja. Ik denk... Het hele seizoen een beetje. Nou ja, vorig seizoen ook een beetje blessures gehad. Maar aan het begin van het seizoen voelde ik me lekker. Goed in mijn vel. En het ging gewoon goed. Eigenlijk elke wedstrijd leek ik wel in vorm. Voelde ook voor mezelf. Ja. Nou, zelfvertrouwen groeit. Ja. Toen had je ook dat Rick natuurlijk geblesseerd raakte als pink. Ja. Nou, dan sloot ik af en toe aan op de bank bij het eerste al. Dus al een beetje proeven natuurlijk. En dat heeft tot dit geleid ook wel, denk ik, ja. Ja, hartstikke mooi. Hey, en nou train je natuurlijk met vier keepers. Dat is toch wel een luxe, hè? En klopt, bovendien, ja. Ja, door Daan Huiskamp. Is dat lekker? Ja, geweldig. Ja? Ja, een hele goede keeperstrainer is dat. En met vier keepers, allemaal hartstikke goed. Ja. En ik kan alleen maar leren elke training. Ja. Hartstikke fijn is dat. Ja. Ja, Aard Foppen was hiervoor natuurlijk. Die zat heel veel op reacties, snelheden en zo. Hè? Die heb ik wel eens gevolgd ook. Ja, dat klopt. Ja. Ja, iets andere trainingen dan nu, zeg maar. Ja. Nu meer met Daan, meer veel schoten, verschillende hoeken. Ja. En, echt vanuit wedstrijdsituaties. Ja, wedstrijdsituaties. Dat is vooral realistisch. Ja, mooi. Ja. Mooi. Hey, waar ga je vanuit? Wat is je verwachting? Mijn verwachting, ja, voor mij komend seizoen, ik wil gewoon veel leren natuurlijk. Dat kan vooral van Daan en de andere keepers. En dat wil ik toepassen in de wedstrijden, in de minuten die ik mag spelen, die ik krijg. En zo beter worden, alleen maar beter worden. Dat Mooi. Is eigenlijk gewoon het doel. Ja. En ook weer die combinatie van selectievoetbal en studie, hè? Ja, lekker. Dat moet er ook nog, studie. Ja, maar, wat voor studie doe je? Ik doe technische bedrijfskunde. Aan het winnen zijn in Zwolle. Mooi. Dus ja. Kijk, op hbo-niveau. Ja, dus komend jaar het derde jaar in. Zo, derde jaar al? Ja. Bliksem. Vroege leerling. Ja, het gaat goed. Ja, altijd een beetje de jongste overal. Oké, okay. Hartstikke goed. Ja. Hey, ik wens je in ieder geval namens DVS-TV en alle supporters een geweldig seizoen toe. Dat zal misschien onder de 23 zijn, denk ik. Mm-hmm. Of ja, niet? Ja. Ja. Maar ze nu dan misschien ook wel invallend. Ja, ja. Hopen ja. We natuurlijk weet, op. We gaan het zien allemaal. Ja, oké. Okay. Maar het beste eruit halen in ieder geval. Zo is dat. Ja. Heel veel succes. Hartstikke bedankt.